Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag ben ik hier met, ja, ik had deze video liever nooit gemaakt. Nee, het is niet de video dat Roel overleden, die maak ik ook liever nooit. Maar dat is het niet, dat is het echt niet. We gaan even terug in de tijd. Zoals jullie weten, ongeveer, dat is echt wel al lang geleden. Ik denk wel al een half jaar geleden of meer. 10 maanden geleden maakte ik mijn K3 auditie. Omdat het was voor het eerst ooit dat mensen bij K3 mee mochten doen die alles waren. Of je nou wit, zwart, hetero, homo, man, vrouw, maakte allemaal niks uit. Iedereen mocht meedoen, want K3 was inclusief. Dus ik mijn beste voetje voorgezet en richting Gert van, luister Gert, laat me bij K3, want ik ben het liever jullie zoeken. Gecanceld. Ik werd gelijk gecanceld. Gelijk werd ik eruit gejankt of het niks was. De finale is nu geweest. De nieuwe K3 lid is een feit. Ik heb de finale nog niet gezien, maar ik ben benieuwd hoe inclusief deze finale is. Hoeveel mannen zitten er in de finale? Goed, we beginnen met de allereerste. Julia, Hanne en Marten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat zijn. Oké. Waarom is... Ik moet zeggen, misschien ligt het aan mij, maar eentje lijkt echt heel erg op een reclamebord. Misschien is hij wel dood. Als hij nou dood is, Gert, en je kijkt, laat mij dan een derde lid worden. Kan mij het schelen dat je me eerst instantie niet gekozen hebt. Ik stel me nog steeds open. Of weet je, al doe je dat niet, geef me gewoon kaars voor het volgende concert. Laat iets van jullie horen. Stuur je 100. Kom op. Yes. Ik heb geen flauw idee wie de niet categorie is. Het is heel raar dat zij in een reclamebord zit. Ben je nou op zoek naar boterhammen? Nou, dat kan 1+1 gratis vandaag. Hartstikke mooi. Ik ben een reclamebord. En ben je nou nog op zoek naar lekkere No Issues Energy hier? Hoppa, bam, bam, bam. Er staat een linkje in de beschrijving. Steek je armen in de lucht, je bent thuis. Wat een vee... Maar ik, is dit echt... Wow, yeah! Wee! Eyo, eyo, eyo. Nou, oké, hartstikke leuk. Ja, die kan wel zingen. Ja, dat boeit voor de rest ook helemaal niks. Jongen. We hebben hier kruisje op een wit. Maar dit zijn nieuwe nummers, want ik ken deze nummers niet hoor. Dida, Hanne en Marten. Hé, hey, staat er weer in het bord. Maar zij is niet blond. Het is trouwens wel weer een chick. Gast, waar zijn de gasten? Waar is Guus? Guus was een fucking legend. Guus! Hij deed trouwens ook mee als grap, maar hij is wel door en ik niet. Fuck dat man. Ja, nou ja, goed. Ja, dat zal dan wel. Maar ja, ik word hier toch ook niet heel warm van, hoor, moet ik zeggen. Je kon stemmen. Het is het op stemmen gegaan. Helemaal ziek. 75 cent per stem. Holy shit. In Nederland 80 cent. Dan worden we weer gediscrimineerd, man. Geen SO naar België, man. Ik zeg je eerlijk. Wat passen deze 3 stemmen goed bij elkaar? En wat een leuk nummer. Zou niet door hebben gehad dat dit een K3 lied was, als dit op de radio was geweest. Beste optreden van de hele avond. Flikker op. Okay, we hebben Amy, Hanne en Marten. Superster. Yeah. Hey, er staat eentje in de reclamebord. Oké, okay, ik zal hierover ophouden, mensen. En niet meer beginnen over de reclamebord. Ring, de wekker staat me aan. Ah. Tijd om opnieuw op pad te gaan. Trouwens, ik moet even goed kijken. Ik zit goed te kijken op dit moment. Volgens mij is dit ook geen man. Nee, het is weer, zeg maar, precies dus, zo'nzelfde chick. Het is gewoon doorgestoken kaart. Ik ben genaaid. Wil ik dansen als ik jou zie? Als ik bij die volle Dit is saai. Holy fuck. Ik heb hier thee. Wil je deze thee binnen? Abonneer nu op mijn kanaal. Ik kan niet zonder jou bestaan. Dat was niet goed, hè, mensen? Nou ja, hartstikke leuk allemaal. Maar ja, dit is natuurlijk helemaal kut. Celester, Hanne en Marten. Celester. Kijk, klinkt het als een man? Hij heeft wel het meeste mannen aan tot nu toe. Maar het zal geen man zijn. Maar stel, dan zou het wel mooi zijn. Kom op. Oh ja? Ah. Toch niet, natuurlijk niet. Weer een blonde chick. Wat een wonder. Hé, man, ik had Ziggy hier willen zien. Nou, dans als een regel, dat doe je zo, yo, 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 yo. Dat hunt mij echt in mijn slaap, ouwe. Ik ga het nu laten zien. Dansen, dansen als een koning, doe je zo, yo, yo. Oh, what the fuck? Oh, weer een week geen slaap. Oh, ik laat me bewegen. Ze kan lopen, ze loopt. What the fuck? Oh, zij is wel Nederlands. Shout out. Ah. Boom, chicka boom, chicka chicka boom boom. Dit was stiekem wel het beste optreden van de avond. Je hebt het super goed gedaan, meisje. Celeste is een cutie. Goed, op basis hiervan ging er eentje, werd eruit geflikkerd. Dat was Diede. Nou, die vond ik sowieso kut. Dus, nou, hartstikke goed. Nee, geintje Diede. Dat was een geintje, een geintje. Nu gaan we door naar Amy Hart verloren. Nu hadden ze dus allemaal een solo act nog. En op basis daarvan werd dan de winnaar uitgezocht. We waren dus 4 finalisten, nu al 3. Ik moet even nadenken over het aantal mannen wat erin zaten. Want dat kon namelijk, want dat was het hele ding. Dat iedereen K3 kon worden. Oh ja, het zijn er 0. Het is ongelooflijk. Dan denk je, is het er 1, 2, 3? Nee, 0. Amy was net nog Nederlands, dat ben ik nog gek. Of was het Celeste? Maar zij, dit is niet heel goed, toch? Of wel? Of zie ik het verkeerd? Veel te weinig schwoen heeft ze. Te weinig schwoen. Het is te weinig...
Kom, je moet er als je K3 wil, moet je er echt helemaal voor gaan. Dat zou ik namelijk doen. Nou goed, dit wordt hem niet hoor. Nee, dit gaat hem zeker niet worden. Sorry Amy, dit wordt hem niet. Nee, dat denk ik gewoon. Dan krijgen we Julia met Die man hebben de gelukkigste dag van hun leven. Die denken, ja, lekker lachen hè. Oude vieze Rick, vind je leuk hè? Die rechter hield het niet meer. Wat zit hij vies te kijken? Waar ben je naar aan het kijken? Waar kijk jij naar, ouwe Rick? Ik zie het wel. Ik kijk er niet naar, maar hij wel. Kijk, hij is gewoon netjes aan het kijken of ze goed neerkomt. En hij? No. Ja, maar gast, wat is dit nou? Waar zit ik naar te kijken? Dit is om de vaders te laten stemmen, denk ik. Loco, loco, le, loco, la, loco, lo. Wat een inhoud. Oh! Yes! Piano solo en hij ziet niet eens iets, dat is wel schitterend. Oké, tuurlijk! Nou, wat een smerige tekst allemaal weer. Ik wil dansen, ik wil springen, ik wil duizend enge dingen. Tot duizend enge dingen, dit is ook weer een smerige K3 tekst. Locolé, locola. Nou, leuk. Ja, gewoon leuk. Celeste. Zo! Je bent jong, je bent wild. Yes! Toeter op die maat. Nou goed. Nou leuk, ik vond het ook wel leuk. Wel geinig hoor. Nou, wie heeft er gewonnen? Marten, Hanna. Ik kan het bijna niet geloven. Jij kan het ook bijna niet geloven. Dat er geen één man in de finale staat. Wat is dit nou voor onzin man? Wie wordt jullie nieuwe K3 collega? Er zijn nog twee over. Nee, dat is niet wel. Die Celeste is uit. Waarbij wij de afgelopen weken een heel fijn en vertrouwd... En dan wint sowieso Julia. En het staat ook in de titel, zie ik nu. Ik hoor Julia winnen. Zowel backstage als tijdens repetities. Als op het podium. Stel, ik had hierbij gestaan. Het duurt echt lang. Is... Julia! Oh. Waarom is ze zo verdrietig? Ze heeft toch gewonnen? Ah, de nieuwe nou, helemaal leuk. Echt totaal niet wat je verwacht had van tevoren. Julia, kan je iets zeggen? Wow! Oh my god, nee, ik kan niks zeggen. Oh, ze kan niks zeggen, maar je zegt toch wat. Dus voor mij zit je nu te liegen. 2 seconden bij K3 en nu al liegen. Mensen, ik ben genaaid. Willen jullie nou als de volgende K3'tje weer weggaat dat ik weer meedoe? Laat het vooral achter in de comment. Met een duimpje omhoog ook en een abonnementje op mijn kanaal. Een abonnementje is gratis. Nou, ik zou het zeker doen, ik zou het wel weten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Vergeet dan zeker niet te liken. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. De Groove. Draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.